Ik moet niezen. Oh, die begint al goed. Oh, hij komt niet. Wel, toch wel. Nee, wacht. Welkom terug in de kitchen, dames en heren. Dames en heren. Jezus, wat een lelijke voice crack. Dat is lang geleden dat wij hier samen waren. Ik moet ook zeggen dat ik op mijn TikTok allemaal recepten heb opgeslagen waarvan ik dacht, die moet ik nog een keertje doen. Dus ik heb een hoop op de planning staan. Dus ik zou zeggen, laten we er gelijk in duiken. Het eerste recept waar we meteen samen induiken is een uitdaging. Ja, toen ik deze video zag, toen wou ik hem eigenlijk al meteen doorscrollen omdat ik dacht, dit kan ik niet. Maar toen hoorde ik dat het ging om... You only need two ingredients to make them. Two ingredients. Nou, en als ik dat hoor, dan denk ik, ja, twee ingrediënten. Daar kan het niet zo heel veel mee misgaan. Dus ik denk dat dit een heel goed idee is om mee te beginnen. We gaan beginnen met het maken van het flatbread. En wat we daarvoor nodig hebben is zelfrijzend bakmeel en Griekse yoghurt. Two ingredients dus. 200 gram zelfrijzend bakmeel en 170 gram Griekse yoghurt. En dan ga ik dat lekker met mijn houten lepeltje ga ik dat lekker roeren. Nou, ik moet zeggen dat als ik dit zo zie, dat ik me nog niet echt kan voorstellen dat dit een lekkere deegbal gaat worden. Oh, hotsie klotsie. Het zit er al helemaal naast. Ja, ik denk dat ik eraan moet gaan geloven. Oh, met de handjes erin. Oh, dat voelt best lekker. Nou, ik ben ook aardig hoopvol. Het ziet er ook best wel uit als een deegje. Nu we er een mooi bolletje van hebben gekneed, mogen we het in 8 stukken choppen. We doen hem eerst natuurlijk even door de helft. Dan nog een keer door de helft. Dan nog een keer. En dan nog een keer. Dan mag je van die 8 stukken allemaal even een balletje rollen. Hier 1 bol. Bol 2. Bol 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nu we deze mooie bolletjes hebben gekneed, mogen die heel even on the side om lekker te rusten. En dan gaan we beginnen aan de vulling. En de vulling bestaat uit 100 gram zongedroogde tomaten, 50 gram gesneden basilicum, 50 gram cream cheese, 50 gram geraspte kaas en 50 gram feta. Dan is het tijd om de balletjes te vullen en daarvoor pak je een balletje. En die maken we even lekker plat. Zoiets denk ik. Nou, dan pak je een beetje vulling. En dat doe je natuurlijk in het midden van het balletje. En dan kan je het balletje natuurlijk weer dichtvouwen. Zorg dat het deeg niet scheurt. Nou, kijk nou hoe professioneel ik dit doe. Alsof ik dit elke dag doe. Nou, en dan kan je hem nog een klein beetje plat duwen. Mijn eerste flatbread. Nu ik er deze professionele flatbreads van gekneed heb, kunnen we ze nog even opwarmen in de pan. En dat doe je nice and slow voor ongeveer 2 tot 3 minuten op elke kant. Kwel loopt uit mijn bakkes. Ik ben er echt een beetje stil van. Echt waar. Want dit moeten we gaan proeven. Ik ga Roberto halen. Rob! Tada! Heb jij ooit zoiets professioneels uit mijn handen zien komen? Nee. Nee. Maar dit ziet er heel cool uit. Proost. Oh, vind je het lekker? Holy shit. Is het zongedroogde tomaat? Oh, dit is lekker. Wauw. Dit is echt heel erg lekker. Mag ik er nog één zo? Ja. Oh, wat is dit lekker zeg. Wat voor punt geef je net? Ik denk wel een 9. Ja, dit is echt heel erg lekker. Meteen een 9. Kabam! Bam! Het volgende wat we gaan maken. Fresh batch of day caramel. Caramel dadelpasta. Ja, dit lijkt me echt zo zalig. Wat ik ook altijd goed vind aan deze trends is dat ze op een bepaalde manier lekkere dingen gezonder proberen te maken. Waardoor je het nog steeds kan eten, maar dat je je niet heel erg schuldig hoeft te voelen erover. Ja, ik vind dat een toptrend, dus kom maar door met de tips. En vandaag dus een karamelspread, maar dan van dadels. Hoofdingrediënt van vandaag dus, dadels. En deze moeten we allereerst even ontpitten en even een klein beetje wellen in warm water. Dus ik maak eerst even een incisie in mijn dadel. En dan zit daar natuurlijk een klein pitje in. Die mag eruit. En dan doe ik de dadel even hier in een kommetje met kokend heet water. Als je je dadels voor minimaal 5 minuten lekker hebt laten sudderen in kokend heet water, dan kan je ze eruit halen en even in een andere cup doen. Daarbij gooi je wat kokosnootmelk. Ja, ongeveer genoeg totdat het lekker blendt. Dus ik begin gewoon met een beetje, denk ik. Kan er altijd meer bij doen. Een klein beetje vanille-extract. Oeh, dat is best veel. Beetje zout. Dit kan helemaal niet met één hand. Wacht even. En nog lekker een beetje kaneel. Nou, dan pak ik de staafmixer erbij en blend ik dit hele prutje totdat het een smeuïge pasta is. Oh, dat ruikt heel lekker. Oh, kutje. Gewoon die hele kokos shit. Kakker de kak. Nou, doe er nog een klein beetje kokosmelk bij. Niks wordt hier verspild hoor, in huis. Ga er gewoon bij. Joh, boeien. Het ziet er zo lekker uit. Het lijkt echt op karamel. Oh, en het ruikt zo. Oh, het ruikt zo lekker. Ik kan me voorstellen dat het echt ziek lekker is over een taart of zo. Eigenlijk moet je het natuurlijk lekker laten afkoelen. Maar ik kan niet wachten.
Dit is zoet. Mmm. Oh. Holy shit. Dit is echt perfecte combinatie van alles. Het is echt alsof je karamel eet, omdat het super zoet is door die dadels. Die hint van kokosnoot is echt heel lekker erin. En die cinnamon zorgt ervoor dat het gewoon een soort Christmas in een cup is. Dit is wel echt mijn nieuwe lievelingspasta. Oh, dit is echt heel goed. Nou heb ik nog iets op het programma staan waar ik denk dat dit ook wel eens heel erg lekker op kan zijn. Hebben jullie namelijk al gehoord van een brie cracker? Een cracker van brie. Dat is precies wat het is. Door deze video kwam ik erachter dat je brie in de magnetron kan leggen en dat het dan zo opborrelt dat het uiteindelijk een knapperig crackertje wordt. Ik denk dat we dit moeten proberen. Het enige wat we hiervoor hoeven te doen is de brie even in plakjes snijden. Als je de brie dan in plakjes hebt gesneden, dan moet je eigenlijk aan alle kantjes even een klein incisietje weer maken. Dus dat hij aan beide kanten even een streepje heeft, zodat hij niet ontploft in de magnetron. En als je dat hebt gedaan, dan kunnen ze voor 2 tot 3 minuten in de magnetron. Oké, even kijken hoor. 2 minuutjes, daar beginnen we mee. Oeh, daar gaan ze. Oh, ze zijn helemaal aan het bobbelen. Huh? Ze kunnen niet draaien. Oh, ik weet niet of dat erg is. Oh jawel, ze zijn nu al aan het draaien. Huh? Oh, dit ziet er wel specie uit hoor. Het lijkt wel kaas van nu. Oh, bakpapier ervoor. Oh. Wauw, hoe lang moet ze nog? 1 minuut 20. Ik kan me niet voorstellen dat dit ooit nog een cracker gaat worden. Het is meer gewoon een gesmolten kaasfondue hier in de magnetron. Oeh, het ruikt wel echt heel lekker. Oeh, ik denk dat er een aantal verbrand zijn. Dit is het. Oeh, ik heb ze iets korter gedaan dan 2 minuten. Het begon wel heel erg te knetteren. Inmiddels zijn mijn brie crackertjes ook koud. Maar ik moet zeggen, deze is wel vrij stevig, maar ze zijn niet allemaal even stevig geworden. Deze is gewoon eigenlijk nog een beetje zacht. Niet echt een crackertje. Maar ik ben bang dat als ik ze nog langer doe, dat ze echt gaan verbranden. Want deze zat ook al wel een beetje op het randje. Oh. Het is geen cracker. Het is ook niet vies. Het smaakt wel echt lekker naar brie. Ja, meer een briekoekje. Het is een ingewikkelde kwestie. Het is best lekker, maar het is totaal niet wat het had moeten zijn. Dus ik kan me voorstellen dat als het wel lukt, dat het echt heel lekker is. Dat was een beetje een knapperig stukje. Maar het is vrij taai. Ik vind het best een lekker hapje, maar ik vind het niet een verbetering ten opzichte van gewoon een stukje brie. Hopen dan maar dat het volgende wel weer op een succes uitloopt. Het volgende recept wat ik dan ook ga proberen heeft alles te doen met de viral trend van de Shin ramen. Deze ramen zijn toevallig de lievelingsramen van mijn vriendje. Ik vind deze ramen ook echt super lekker, maar veel te pittig. Ik kan hier altijd echt maar een paar hapjes van nemen. Maar doordat ze nu een andere manier hebben bedacht hoe ze deze ramen kunnen klaarmaken, schijnt die iets milder te worden qua smaak. En dan hoop ik dat ik het dus nu ook kan eten. De noedels van deze ramen die kan je alvast lekker laten wellen in een bakje met kokend heet water. En dan gaan wij ondertussen ons druk maken over de broth van deze ramen. Om deze ramen extra lekker te maken, voegen we aan de gewone kruidenmix een extra eitje toe, een lepeltje mayonaise en een klein beetje minced garlic. Dit kan je even lekker door elkaar heen mengen. Als je het helemaal lekker door elkaar heen hebt gemengd, dan kan je langzaamaan het kokend hete water uit je noedels hierbij gieten. En als je dat hebt gedaan, dan kan je uiteindelijk de hele noedels erbij doen. Ik heb je lievelingsnoedels gemaakt. Yay! Maar uh-oh. A little bit different. Ik heb ze zelf nog niet geproefd. Je kijkt er wel vies bij. Wat is dat nou? Jij mag het eerste hapje. Hij is romiger dan normaal. Mag ik ook proeven? Oh. Oh, hij is nog steeds tering pittig. Oh, dat vind ik wel meevallen. Hij is iets meer, hij is juist iets minder. Ja, dat is het idee. Maar hij is nog steeds wel echt pittig. Hij is wel pittig, maar niet heel pittig. Oh. Denderend succes. Nou, is het een verbetering? Nee. Als dessert voor vandaag wil ik eindigen met een trend die al een tijdje viral gaat op TikTok. Namelijk deze. Vanille-ijs met olijfolie. Moet zeggen dat ik er niet enorm om sta te springen. Het lijkt me ook niet heel erg lekker. Maar ja, het gaat viraal. En dan word ik natuurlijk nieuwsgierig. Ik heb even een bakje met vanille-ijs gekocht. Pak er even een bakje bij. Ik had het ijs natuurlijk eigenlijk eerder al uit de diepvries moeten halen. Oké, ik heb geen ijslepel. Maar ik doe even met een gewone lepel even een scoopje. Hele lepel verbogen. Oké, zo. Als je dan een klein beetje vanille-ijs in een bakje hebt gedaan, dan is het idee dat je daar een klein beetje olijfolie overheen giet. Ik heb gekozen voor extra vierge olijfolie, hè? Om het toch dan extra lekker te maken. Nou, zoiets denk ik dan. En daaroverheen kan je dan nog een beetje zout strooien. Nou, en dan zou dit dus helemaal het einde moeten zijn. Even kijken hoor, ik neem even een hapje waar echt alles op zit. Cheers, lieve mensen. Hè? Wacht even. Hè? Dit is oprecht heel lekker. Dat had ik echt niet verwacht. Ik dacht, dit kan niet lekker zijn.
Maar op de een of andere manier mengen deze smaken echt heel erg lekker met elkaar. Mmm, dat is echt heel lekker. Ik kan me nu ook echt helemaal voorstellen dat dit bij een Italiaans restaurant als dessert op de kaart zou staan. Ja, dit is echt goed. Aangenaam verrast hierover. Echt waar. Wat een enerverende dag zo. We hebben wel echt weer een aantal successers ertussen gehad vandaag. Ik vond het weer enorm gezellig in mijn keuken. Als jullie dat nou ook vonden, like deze video dan natuurlijk even. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En volgende week ben ik er gewoon weer.